gisteren in Lang Leven de Liefde. Saskia en Marcel zien zichzelf nog niet samen zweten in de sportschool. Nou, wij nou sporten. Ja, ik begin voor. Ja, dat was de bedoeling om volgende week weer te beginnen. En een lekker vlot gesprek lijkt er voorlopig ook nog niet echt in te zitten. Wat wil je nog over mij weten? Ik weet het niet. We komen er vanzelf achter. Bij Laura en Niels ging het er een stuk romantischer aan toe. Geduld met liefde hoop ik jouw gezicht te doen verlichten. Wat een mooi gedicht. Ja, en je ziet er ook schitterend uit. Nou, dankjewel. Ja. Het is echt heel mooi. En Niels maakt ook indruk op Laura met zijn muzikale talent. Dus ik zag het mijn eigen liedje is. Echt waar? Ja. Oh, wauw. Oh, wat leuk. Dit is Lang Leven de Liefde. Wat maakt dat de wereld draait? Wat maakt dat de dagen van goud zijn? Wat schrijft ieder lied? De mooiste verhalen. Lang leven de liefde is vrij. Maar even, toen, kijk, ik zat er natuurlijk al. Mm-hmm. En jij kwam later binnen. Ja. Wat dacht je toen? Want had je ook, moet ik haar nou 3 kussen geven of niet? Daar heb ik constant over nagedacht. Moet ik hem nou... Ik ben zelf meer van de knuffels eigenlijk. Ja, ik ook. Oh. Ja. Wil je knuffel? Ja, kom. Knuffel. Knuffel. Misschien voelen we die aantrekkingskracht. Oh, okay. Ja, ik voel het wel hoor. Ik voel hem. Ik voel hem. Oh, zit zo diep. Zou jij, als je, mag je eerlijk zeggen, mm-hmm. als je mij zou zien op straat, zou je dan me aanspreken of zou je denken, oh nee? Ik denk wel dat ik je zou aanspreken. Ja? Ja, toch wel. Ja. Het zijn je ogen, denk ik. Oh. Ja, je vertelt heel veel met je ogen. Ja, klopt. Maar dat kan ook echt soms wel veel nadelen hebben, hoor. Ja? Ja. Want je ziet gelijk aan me wat ik van iets vind. Ja, is dat slecht? Nee, niet, natuurlijk niet. Ik weet in ieder geval waar ik aan toe ben. Ja, dat is waar. Maar soms denk ik, oeh, weet je wel? Geen goede pokerface. Ja. Ja. Een pokerface, ja. Dat heb ik soms wel nodig, want ik speel dat spel. Poker. Echt? Maar wat, waar doe je dat dan? In Amsterdam. In een casino. Maar ja, maar ook in Niels? Amerika. Ik had het echt niet van jou verwacht. Ja, zo leer je toch wel meer over mensen kennen. Nee joh. Ik zie er zo onschuldig en lief uit, maar het valt wel mee, denk ik. Misschien kan dat wel. Ja, waar? Wat? Oh jeetje, Niels. Oh, oh wat spannend. Dat verandert de zaak. Ja, dat verandert echt. Komt mee. Ja, moeten we ook maar even een lijstje maken, denk ik. Ja, wat gaan we eten? Wat wil je gaan doen? Ik had niet echt iets in mijn hoofd. Ik kan mij alle kanten op. Maakt mij soms niet zoveel uit, hoor. Maar... Maakt er eens niet zoveel uit. Ik vind dat je pizzatje over is ook wel leuk. Nou, ik heb dat nooit gedaan. Dus als jij me dat nou uitlegt, dan weet je ook precies wat er moet komen. Nou ja, in elk geval... deeg. Ja, pizzadeeg. Eigenlijk is die kant klaar. Dat is wel makkelijk. Oké, okay. Nou dan... Eet je veel? Eet je weinig? Nou, ik denk waarschijnlijk dat ik nu niet zoveel eet. Geraspte kaas. Zeker. En dan kan ik zeggen knoflook, maar ja. Hou jij daarvan? Maakt mij niks uit. Nee. Maakt mij echt helemaal niks uit. Oké. Okay. De kortste weg naar het hart van Laura is via muziek. Dat heeft Niels al heel snel door. En toevallig heeft hij alles in huis om haar precies dat te geven wat ze zoekt en wil horen. Wauw, wat mooi. Ben je van de rustige liedjes? Speel wat goed voelt, ik vind dat leuk. Say something. Dat dacht ik ook aan. Ja? Ja. Ja, echt. Ik zou hier uren naar kunnen luisteren. En ik maak geen grapje. Ja? Echt, ja. Kan ik even een stoel erbij pakken? Tuurlijk. Oké, ik ga gewoon zitten. En ik ga gewoon luisteren. Hier word ik echt rustig van. Dit wordt ons liedje. Oh. Heb je al eens in gedachten? Ja, heel langzaam wacht ik op jou. Geluid. Het duurt soms even totdat je weet dat ik jou begrijp.
Het zou toch niet anders zijn als je wacht op mij. Snap je de match dan? Ja. Ja. Echt applausje. Hey, ik ben dan wel best wel ook mezelf aan het ontdekken, herontdekken van hey, meer relaties gehad, en het is allemaal niet gelukt. En waarom is dat dan? Weet je, wat ik ben nou wel op een bepaalde leeftijd gekomen en denk van ja, als je dan een relatie aangaat, dan moet dat ook goed zitten. Ja. Ja, kijk, als je jong bent, dan heb je zoiets van, ah, dit vind ik leuk, weet je. En dan, nou, het begint vanzelf. En nu in deze leeftijd, dan zit je echt van, ja, nee, maar dan ga je dieper nadenken. Ja. Geloof jij dat wij zielsverwanten zijn? Oh, dat is wel een hele mooie. Ben je een beetje spiritueel? Of heb je er niks mee? Een beetje. Wat versta jij onder zielsverwant dan? Dat je elkaars gedachten bijna kunt lezen. Dat je elkaar aanvoelt. Dat je elkaar aanvoelt en zo allemaal. Gehad, ja. Ja. Ik heb dat idee, maar tussen ons nog niet echt. Maar even een vraagje. Ja? Wat gaan we doen met slapen? Wat wil jij? Ik bedoel, aan de ene kant heb ik zoiets van, je gaat hierheen, weet je wel, om elkaar goed te leren kennen. En ik denk ook wel dat het er een beetje in hoort, in zeg maar het avontuur. Ja. Want weet je ook gelijk of het goed voelt of dat het niet goed voelt. Nou, ik denk, we zijn toch volwassen genoeg om samen in één bed te liggen. Dat vind ik. Ja. Ik denk dat als je hiervoor aanmeldt, je moet open stellen voor dat soort nieuwe ervaringen. Ik vind het goed. Ik snap het ook wel. Maar, dat je zo wil jij dan links of rechts? Je bent echt een presentatrice. Oh nee, sorry. Ik praat heel erg met mijn handen. Wat wil je? Ja, wil je links of rechts? Ik heb zelf ook zo een bed. En ik lig meestal een beetje in het midden. Oh. Dat als we allebei in het midden liggen. Ja, dat gaat niet. Nee je moet wel. Ik wil best wel, maar ja, hou het netjes. Hè? Als ik echt moet kiezen, denk ik dat ik liever daar sla. Daar? Dus links voor ons en rechts van het bed, ja. Oké. En wat hoop je van zo'n date? Ja, je hoopt natuurlijk dat alles gewoon het perfecte plaatje gewoon komt, weet je. Leuk iemand, het gevoel helemaal goed komt en noem maar op. En dat je naar elkaar toe trekt. En wat verwacht je dan van je nieuwe partner? Gewoon verzorgd zijn, netjes zijn. Dat soort dingen, dat open, eerlijk en oprecht. Daar zou je verliefd op kunnen worden? Ja. En wat absoluut niet? Kort, pittig kapsel, dat is gewoon iets wat mij gewoon... Ik vind dat gewoon totaal onaantrekkelijk. Als er een gezicht helemaal vol heeft zitten met tattoos en piercing, is dat vind ik ook onaantrekkelijk. Hoe dat... Nee. Ja. Maar wat hoopte je te krijgen voor match? Want qua uiterlijk had je heel iemand anders verwacht, toch? Ja, meer iemand die wat ruiger uitziet, om het maar zo te zeggen. Oh. Ja, ik weet niet. Dat is... Ja, en ik ben niet zeg maar zo iemand die er heel ruig uitziet. Ik denk dat je best wel arr bent. Arr. Ja, arr. Arr. Weet je wat je bent? Je bent zeg maar... Je komt heel lief over en dan vervolgens... Arr. Arr. Ja, ik had denk misschien niet echt een nerd of zo, weet je wel. Maar meer een meisje die zich niet helemaal mooi maakt, weet je wel. En die gewoon... casual doet, je hebt je haar en zo mooi gemaakt en je hebt lippenstift op en zo en je hebt je gezichtje helemaal mooi opgemaakt. Ja. En dan staat je echt heel goed, oprecht. Oh, ja, dat? Nee, echt. Ja. Oh, het ruikt zo lekker, Niels. Ja, het eten ook, of? Niels. Kunnen we lekker gaan eten? Weet je wat het is? Yeah. Hij komt naar me toe. Mm-hmm. Ik voel me sexy als ik dans. Sexy als ik dans. Sexy als ik dans. Nou, dit is gewoon een deal, jongens. Deze kant is wel aardig bruin, die van mij. Dus ik... Ja, die van mij ook, maar die andere kant is een beetje... Ik ga hem er maar uithalen. Kijken of dit gaat lukken. Ja, dat kan wel. Hoe lang ben je nou vrijgezel dan? Vanaf mijn laatste korte relatie, nu zo'n beetje 2 jaar. Oké. Okay. Ja. Vind je het lastigste aan daten?
Nou, hij leeft niks. Nee? Nee. Ik bedoel, je moet gewoon jezelf zijn, open en eerlijk zijn en ja. Ja. Dus ja, wat zou er dan lastig aan moeten zijn? Nou, ik niet. Je kunt tegen dingen aanlopen. Ja, dat vind ik wel lastig. Ja, maar ja, dat kun je gewoon zeggen. Mm-hmm. Dus ja. Nou, smaakt goed. Nou. Oh, en dit is je niet mooie, totaal niet sexy badpak. Vind je hem leuk? Dit is heet! Wat is dat bommetje dan, hallo? Ja, dat bommetje dat kan ik echt niet maken. Je zou eigenlijk zeggen dat we het iets te leuk hebben om het niet te verlengen. Ik vind het ook echt heel leuk met je en het voelt ook heel vertrouwd. Maar tegelijkertijd ben je wel op zoek naar de klik. Ja, ik weet niet of ik die aantrekkingskracht heb. Nee, dat bedoel ik een beetje met de klik. Ja. Zullen we elkaar 10 seconden aankijken? Ja, of 1 minuut. Durf je dat aan? 1 minuut is echt heel lang. Weet ik. Oké. Okay. Ja? Are you ready to rumble? Oké, laten we rumble. Ik voelde mijn hart op een gegeven moment sneller kloppen. Oh. Toen kwam ik er ook achter dat ik vergeten was hem aan te halen. Dus, je kan het in ieder geval in je zak steken. Dat je een adembenemende uitstraling hebt. Oh. Nou, bedankt. Weet je wat lief? Dankjewel. Nee, wel mooi af. Dankjewel. Jij ook. Ik vind blauw heel mooi. Het is wel heet, joh. Ja, dat aankijken maakt het niet veel kouder. Laura en Niels hebben een minuut lang diep in elkaars ogen gekeken. En daardoor heeft Niels het gevoel dat hij nog eerlijker tegen haar kan zijn. Soms heb ik het idee dat ik niet tegen jou praat, maar tegen een actrice. Wat? Maar misschien, zeg maar, af en toe, weet je wel, dan zeg je van, dan articuleer je opeens heel goed en praat je heel duidelijk. Ja, maar dat maakt toch ook niet uit? Laten we naar de hot tub gaan. Oh. Nee. Nou, dat is niet goed dat je dat hebt. Nee, maar ik weet niet of het erg is. Dan zou ik minder articuleren. Ja, precies. Minder articuleren. Gewoon een beetje zo praten. Oké, gaan we naar binnen? Maar ik bedoel het denk ik meer van dat ik hoop dat je jezelf bent. Ja, echt. En als je jezelf bent, dan is het alleen maar mooi. Juist ben ik heel erg mezelf. Ik hoopte meer dat je... Tenminste, ik wist niet of... Maar ik dacht misschien dat je anders gaat doen. Maar je bent gewoon helemaal jezelf. Ja, ik kan gewoon bij jou heel erg... Nee, oké. Mezelf zijn. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik vind het best pijnlijk om te horen. Wat? Ja, ik vind dat best wel dat ik denk, oeh. Kijk, ik snap je wel, maar dat komt ook... Ik ben heel erg enthousiast. Ik vind het heel erg leuk. En tuurlijk heb ik wel mijn mindere kanten, maar dat heb... Dat... Maar het is geen mindere kant. Nee, tuurlijk niet. Maar het raakt me wel of zo. Of zo, dat je dat denkt of zo. Nee, ik wil gewoon zeker weten dat jij dat bent. Ja, echt. Want iedereen heeft zo zijn maniertjes en zo. Mm-hmm. Dus het was niet van, hey, ik vind het raar. Mm-hmm. Of het was niet van, hey, doe even normaal. Maar het was meer van, hey, ik hoop dat... Ja, echt. Als ik ergens mee zit en ik merk dat ik mezelf niet kan zijn... dan zou ik dat nu ook tegen je zeggen. Dat is hoe dat werkt, vind ik. Saskia en Marcel voelen nog geen vonk... maar dat betekent niet dat ze de moed hebben opgegeven. Want wie weet begint er toch nog ergens iets te kriebelen. Jouw partner laat het liefst haar, lichaamshaar, groeien. Hoe reageer jij? Ja, liever niet. Liever niet. Maar waarom niet dan? Nee, ben ik heel eerlijk over. Nee, ik vind lichaamshaar... Kijk, dat je het op de armen hebt of op de benen, weet je. Op je hoofd zijn normale plekken, maar... De rest heb ik... Overal is normale plekken. Ja, maar hè, maar... Oké, okay, ja, jij vindt het... Liever niet. Nee. Oké.
Zou je het fijn vinden als ik jou streel? Zo ja, probeer. Nou, ik weet niet of ik het fijn zou vinden. Nou, dan moet ik het proberen. Dan ga ik gewoon even zo. Stom. Nou, vind je het ook fijn? Ja, nou ja, dat voelt niet verkeerd of zo, maar okay. Ja. Ik heb hele zachte handen. Wat je net zei, van ja, ben je wel jezelf? En snap ik best wel dat je dat denkt. En dat mag best gezegd worden. Het is heel goed dat je het zegt. Ik ben juist blij dat je eerlijk bent over je gevoel. Je had ook niks kunnen zeggen. En juist doordat je het zegt, kunnen we het bespreken. Maar tuurlijk, ik deed wel een beetje pijn. Maar ik snap wel waar het vandaan komt. Misschien vind ik het moeilijk te geloven of zo, dat ik iemand zo op haar gemak kan laten voelen. Maar je bent hartstikke leuk. Je bent lief. Ik kan zo erg om je lachen, maar gewoon, ja. Ik heb echt heel hard gelachen vandaag, maar ook in die hot. Het slaat nergens op. Maar dat vind ik juist leuk. Echt waar. Ik vind het juist leuk. Ja, leuk is het zeker. Nou, heb jij nog ideeën? Huh? Wil je gewoon even relaxen? Ja, gewoon even relaxen. Oké. Dan zou ik jou niet weten wat we nu nog te gaan doen. Zullen we wel weet ik het hoe laat. Nee, waarom? Ik heb wel het idee dat je niet in die hut wil. Ja, ik ben wel vooral iemand van een kat uit de boom kijken, dat sowieso. Ik voel me wel snel op mijn gemak, hoor. Het was vandaag heel leuk. Het was eerst super spannend natuurlijk. Ja. Fantaseert over hoe ze eruit ziet, wie zal het zijn. Welke kleur zijn haar ogen? Mm-hmm. Hoe lief is de lach? Hoe schattig zijn haar wangetjes? Hoe grappig vindt ze mijn slechte grappen? Hoe hard kan ze mij aan het lachen maken? Allemaal vragen. En dan loop je hier het huis binnen. En dan zie je het. De match. En niet alleen qua uiterlijk. Ik denk dat ik de hele dag door wel de match heb gezien. Interesses, hobby's. Mm-hmm. Ik ben wel heel blij dat ik hier zit. Mm. Zo, slaap je? Ja? Slaap je? Nee. Nou, hoe ligt het wat? Zo. Oh. Nou, zullen we slapen lekker? Hè? Ja, heel. Ja, trouwens fijn. Hè? Droomfijn. Kom maar goed. Mij dan niet uitschoppen. Hè? Mij dan niet uitschoppen. Nee, dat zou niet. Dat zou ik niet. Nee, 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 Heb je het ook zo super, super, super koud? Je gaat mij niet vertellen dat je het koud hebt. Ik weet niet of ik het overleven zo koud heb. Je hebt het toch niet koud? Ik heb het echt niet koud. Nee. Nee? Nee. Oh. Ik begin. Slaap lekker. Thank you.
Sorry, ik moest dat even doen. Dat is de aardbeienbananen in. Oh, lekker. Nou, eet smakelijk. Spannend. Dit begint ergens op te lijken. Het maakt dus niet uit hoe je het ontbijt maakt als man, als je het maar maakt. Dus wie weet werkt die magie ook wel voor Marcel en Saskia. Ik hoop dat het wat is. Dat is een beetje vast eigenlijk. Hoe dan? Ik moet er samen met mijn handen zijn. Denk erom. Het is gewoon helemaal omheen, zo wat. Toen gaan we los. Nou, ga het even meemaken. Als we maar naar binnen krijgen, toch? Het is vast lekker. Nou, als jij nou nog een leuke activiteit verzint voor vandaag? Waar zit je zelf aan te denken aan? Een beetje zelfinitiatief. Zelfinitiatief? Ik denk dat ik al de hele tijd best wel initiatief heb genomen in alles wat we gingen doen. Ik kan wel de hele tijd voortouw nemen. Maar ja, ik ben meer zoiets, weet je, kijk, je zit hier met z'n tweeën, je bent niet verplicht om van alles te doen, hè. Gewoon relaxed, gewoon gezellig met elkaar ook praten. Dat... Kan, wat wil je van mij weten dan nog? Ja, ik weet al heel veel, ik weet al genoeg, ja. Na het ochtenddansje en het verwend ontbijt kruipt Laura bij Niels in bad om een beetje bij te komen. Er is iets minder ruimte dan in de hot tub buiten, maar die intimiteit is juist goed, toch? Oh, oh, het is wel lekker hoor. Nee. Nou, als ze nou niet die spanning voelen, dan ben ik het ook niet meer hoor. Zo. Maar Niels, hoe vond je het? Want het is natuurlijk bijna het moment dat we het moeten beslissen. Ja, ik vond het gezellig. En wat waren je wat leuke momenten en wat vond je wat minder leuk? Ik kan er heel veel op noemen. Ja. Ja, je hebt me wel zomaar echt wel, denk ik, tot rust gebracht of zo. Helemaal zen. Ja. Ja. Als je een kusje wil, ja, dat is, van haar mag je wel. Van haar mag je wel, oké. Okay. Zo, ik ga even mijn kleding aantrekken, ja? Doei! Nou, we zitten hier 24 uur. Wat vind je ervan tot zover? Wat ik ervan vind, ja, ik heb hartstikke gezellig gehad. Ja, alleen ik ga helaas niet verlengen. Nee. Ik heb niet echt het aantrekkingsgevoel, hè, dat je zou moeten hebben om iemand, ja, een beetje leuk te vinden, weet ik het wat. Ja. Nee, dat is het totaal niet. Meer iemand die ik zou zoeken ja, met een jongere uitstraling. Een sportief bouw, dat, ja. Mm-hmm. Ja. Nou, dat is toch echt wat mij meer aantrekt. Dat... Wat vind jij ervan? Hoe heb jij het ervaren? Nou ja, ik heb wel het idee dat het heel veel uit mij kwam. Zo van, oh, zullen we dit even doen? Zullen we dat even doen? En, misschien wel, ja, misschien wel. Toen ik al vanmorgen bij het ontbijt ook vroeg van, hey, heb je nog leuke dingen? Toen gaf je Ella aan van, ja, nou, je mag het zelf ook wel zeggen. Een beetje initiatief. Ik denk, hey, daar schrok ik wel wat van. Want ik denk, hè, volgens mij ben ik de hele tijd wel aan het initiatief nemen. Heb ik ook al benoemd. Ja.
Nou, dat vind ik dan wel jammer, want dat zoek ik eigenlijk wel in een, eventuele nieuwe partner. Die ja, ook mij bij de hand neemt. Ja, nou, dat vind ik wel jammer, want en dan krijg ik ook wel het gevoel. En dan komt het bij mij ook denk van, nou ja, ik word er wat onzeker van. En dan denk ik van, oh, ja, we hebben het wel leuk, maar toch neemt hij niet echt de moeite om mij te leren kennen, laat ik het zo zeggen. Dus dat vond ik jammer. Ik snap het. Nee, dan, gaan we de koffers pakken, denk ik. En dan. Ja. Dan gaan we dat doen. Ja. Nou, ik ga je een knuffel geven. Ik jou ook. Dat is leuk. Ja, dat is leuk. En nou, misschien zien we elkaar nog een keer. Nou, misschien ooit een keer, ja. Nou, wel thuis. Ja, jij ook. Rustig aan. Rij voorzichtig. Ja, komt goed, jij ook. Oké. Doei. Doei, doei. Marcel heeft nu duidelijk aangegeven wat zijn type is. Dus als jij past binnen dat plaatje en ook nog eens het idee hebt dat hij past in dat van jou, geef je dan vooral op. Dan kunnen jullie samen in ons appartement komen kijken of het daadwerkelijk matcht. Saskia verdient een fan die alles en nog veel meer van haar wil weten. Bij ons heeft ze hem helaas niet gevonden, maar we hopen dat ze hem snel zelf tegen het lijf loopt. Dankjewel. Zo, zo. Zo, zo. Ik doe even een paar plukjes hoor. Ja, ik bedoel, ik dacht maar, zit wel oké. Als je het oké vindt, ga ik wel eventjes een poedertje opdoen. Kijk, deze doe ik op. Die ga ik nu opdoen. Waarom zou je het opdoen? Ik ga je laten zien. Let op. Een beetje zo. Zo. En dan als laatste even koekeloeren. Oh ja. Deze. Dat is ook leuk. Je hebt hem ook in het rood. Hm? Zo. Tadaa! Ik ben er klaar voor. Wat heb je eronder? Wat zeg je? Daaronder zit een body. Spannend. Body. Ja. Want dan zit wel lekker. Een gigantische knuffelbeer, een enorme bos rozen en... Oh ja, daaronder loopt de 23-jarige Demio. Hij komt uit Diemen, maar is trots op zijn Spaanse roots. En die beer. Zo, die gaat dus eerst naar binnen. Even kijken hoor. Nu ben ik ongeveer 2 jaar vrijgezel vanuit een serieuze relatie. En ik ben wel op zoek naar iets anders. Iets leuks. Iets spontaans. Nou, welkom in mijn huis, een beer. Juist, hier wordt het. Ik merk dat ik soms te veel eisen stel die niet reëel zijn. Maar daar probeer ik ook wel een beetje van af te stappen. Ik probeer vooral te kijken naar iemands persoonlijkheid. Uiterlijk is ook leuk een plaatje erbij, maar innerlijk is toch wel heel belangrijk voor mij. Mijn ideale vrouw, tussen de 1,60 en 1,75. Verzorgd vind ik heel belangrijk en iemand die loyaal is. Communicatie vind ik heel belangrijk. Want geen communicatie, ja, dat werkt echt niet voor mij ook. En mijn ideale beeld zou zijn een partner die ook wil samenwonen. Het liefst wil ik meer dan 2 kinderen, omdat ik, ja, mijn moeder is half Spaans, dus ik vind het leuk om een groot gezin te hebben. Wat ik heel belangrijk vind is dat iemand heel verzorgend is naar mij toe ook. Dus iemand die ook echt zorg draagt voor mij als persoon. Net zoals dat ik dat wederzijds zou doen bij mijn vriendin. Nou, dat zou wel eens precies bij Naomi kunnen passen. Deze 24-jarige pedagogisch medewerker uit Noodorp heeft net als Demio een kinderwens, maar zoekt nog een geschikte vader. Ik denk dat ik zelf die partner nog niet heb gevonden omdat ik toch best wel kieskeurig ben geworden. En ik denk dat er ook toch wel een stukje vertrouwen kapot is gemaakt door eerdere relaties. Dus dat ik het soms ook best wel lastig vind om iemand opnieuw te vertrouwen. Mijn type is toch wel iemand die er staat. Dat je denkt, zo, dat is echt wel een man. Ja, qua uiterlijk, mooie lach, lichte ogen val ik meestal op. En inderdaad een beetje gespierd, goed lichaam. Ik vind het ook wel belangrijk dat diegene ook kinderen wil, want ik wil ook heel graag kinderen. En die echt gewoon bezig is met de toekomst. Iemand die zorgzaam is, iemand die ook wel zijn familie belangrijk vindt. Ja, ik zie liefde denk ik echt wel als samen met iemand zijn die ook gewoon echt je beste vriend is. Hallo. Daar is ze hoor, hallo, hallo. Hoe is het? Ik kan me voorstellen, Demio. Hoi, Naomi. Hoi. Leuk dat je er bent. Demio. Oké. Okay. Kijk eens, ik heb iets leuks voor je. Nou, hey, leuk. Ja, ik heb ook iets voor jou. Ik ben benieuwd wat het is. Alsjeblieft. Heb je het zelf ingepakt? Ja. Het ziet er heel leuk uit. Zijn we in je pakkunsten? Een hele bos rozen. Wauw, ja. Hey.
Heb ik nog nooit gekregen, eerlijk gezegd. Nee, nog nooit? Nee, dat serieus? Ja, ik meen het serieus. Je vraagt je af waar al die Spaanse vlaggen vandaan komen, ja, denk ik, of niet? Ja, vertel. Ja, wat denk je? Ja, dat je Spaans bent. Ik ben een deel Spaans, ja, ik ben half Spaans vanuit mijn moeders kant. Ja. Ik ga gewoon vanuit de zijkant pakken. Precies. Ja? Op lekker hoor. Ik ben wel een beetje met afvallen, dus het zal niet het eerste zijn wat ik eet, maar ik vind het heel lief. Wat was eigenlijk je eerste indruk van mij? Nee, ik kwam best wel open binnen. Je ziet er verzorgd uit, dus dat is wel belangrijk voor mij. Dat vind ik wel leuk om te zien. De eerste indruk was wel goed, ja, zeker. Oké. Okay. Ja, en voor mij dan? Ja, ik hoorde gelijk je accent. Toen dacht ik al leuk. Maar ik hou echt van dat accent. Dus het is alleen het accent? Nee. Je ziet er ook gewoon goed en verzorgd uit. Dat is ook belangrijk, gelukkig maar. Maar heb je wel relaties gehad? Jawel, ik heb wel relaties gehad. Ik heb 3 serieuze relaties gehad. Jij? Ik heb ook 3 relaties gehad. Hoe oud was je de eerste? 17. De tweede relatie was 2,5 jaar. Hoe is dat dan ten einde gekomen? Want dat is wel een tijdje, dus dan kom je wel op een punt dat je in me kan. Klopt, ja. Hij is vreemd gegaan, dus... Ja, hoe ben je daar gekomen? Ja, via zijn telefoon. Nee, joh. Ja, ik vermoedde het al een tijdje toen... Maar hoe vaak zag je je vriend dan? Wel 2 keer sowieso in de week, zeg maar. Door maar de week 1 keer en in het weekend. Heel dat is ook niet veel. Ja, maar wel heel het weekend. En dan nog 1 dag gewoon door de week. Jij hebt nog nooit in een relatie met een andere jongen gesproken of zo? Vast wel, toch? Ja, met vrienden gewoon. Of mijn neef, of weet ik wel zo. Maar niet omdat je enigszins interesse in een andere jongen was? Nee. Oké. Okay. Het is ook niks voor mij. Nee. Nee? Nee. De date van Laura en Niels stond bol van de romantiek, met een mooi gedicht en pianomuziek. Maar echt intieme momenten hebben we nog niet gezien. De vraag is dan ook of ze dat nog een kans geven op te groeien, of dat ze de koffers gaan pakken. Ja, ja. 24 uur zit erop. Ja, we moeten dan nu een keuze gaan maken. Ja. Zullen we het tegelijkertijd zeggen? Ik ben een heel leuk idee. Ja? Zullen we allebei aftellen? Ja. Oké. 3, 2, 1, niet verlengen. Zou ik beginnen met waarom? Begin jij maar met waarom? Zou ik beginnen, ja. Ik voel toch niet helemaal die spanning. Ik denk dat het meer vriendschappelijk is. Ik val op wat stoerder, misschien wat breder. Het is niet dat ik zeg van, oh, ik zou je heel graag willen knuffelen of willen aanraken. Of dat heb ik niet. Dat is wat ik heel erg miste. Maar hoe sta jij daarin? Want jij zou ook niet verlengen. Kijk, wij hadden allebei iemand anders in ons hoofd toen we het huis inliepen. Ik vind jou heel netjes eruit zien. En ik, weet je wel, eventjes je haar doen, weet je wel, en eventjes je wankjes doen. Maar voor mij mag het allemaal wel iets wilder misschien. Maar dat wil ik best doen hoor. Iets minder netjes, misschien. Ja, ik hou van natuurlijke mensen. Ja, het is toch een beetje... Ja, anders dan dat je in je hoofd had. Maar ja, zullen we dan de koffers maar gaan pakken? Ja. Kom hier, Niels. Kom hier. Ja! Oh, dankjewel, Niels. Dankjewel. Ja. Wat een mooie dag. Ja. Mooi 24 uur. Absoluut. Oké. Nou, heel veel succes nog verder. En doe voorzichtig, doe rustig aan. Dat zeker niet. Doei. Zo zie je maar dat gedeelde interesses geen garantie zijn voor liefde. Maar Niels is wel als een blok gevallen voor onze manier van daten. Lieve meiden van Nederland, weet jij mij aan het lachen te maken? Haast je dan en meld je aan voor lang levende liefde. En wie weet zitten wij met z'n tweeën in dit huis achter me. En ook een Laura zien we, als het aan haar ligt, nog wel een keertje terug. In de hoop op meer succes heeft ze het profiel van haar ideale man nog een beetje aangescherpt. Hallo lieve mannen van Nederland. Ben je nou ook die stoere brede kerel die ook echt niet kan stilzitten? En hou je van grapjes maken en zou jij het niet erg vinden als ik jou 's ochtends in de ochtend kom wakker zingen? Meld je dan snel aan en hopelijk tot snel. Doeg! Nee. Wow. Oké, dat was eerlijk. Hier, deze is voor jou dan. Leg je liever iemand in de watten of word je liever zelf in de watten gelegd? Vertel. 100% zeker iemand in de watten leggen. Ik vind dat een man dat bij een vrouw hoort te doen.
Tuurlijk, af en toe andersom moet ook wel kunnen, maar over het algemeen vind ik dat een vrouw hoort te verzorgen of ja, een vrouw in de wat hoort te leggen. Ja. Nou, dat heb je goed gedaan met je roos, hoor. Jawel, toch? Ja. Het begin is er. Wat zou jouw toekomstige partner moeten accepteren van je? Dat ik soms super vervelend kan zijn. Maar echt heel vervelend. Ja, maar wat vind jij heel vervelend? Ja, ik kan wel zeiken soms, hoor. Ja? Waar zei je om? Ja, maar gewoon om domme dingen. Ik ben iemand die heel erg doordenkt. Veel te veel. Ben je een jaloers type? Ja. Ja? Ja. Stel, jouw vriendin zegt van, ik ga vanavond uit met mijn vriendinnen. Nee, dat vind ik echt niet leuk. Nee? Dat vind ik echt niet leuk. Nee, maar dat laat je wel toe? Tuurlijk, ik laat iedereen in zijn eigen waarde. Ja. Alleen, ik hou daar niet van. Ik doe het zelf ook niet. Nee. Maar ja, stel, het is een verjaardagsfeestje en iemand viert zijn verjaardag in de club. En nee, kijk, zoals ik zeg, ik verbied niemand iets. Nee. Alleen ik heb het gewoon liever niet. Oké. Morgen zou nieuwe vrijgezel Edwin voor Voegje meteen de eerste en de laatste zijn. Ik heb nog nooit een relatie gehad, dus. Oh, oké. De kus is voor mij ook een hele grote stap. Ik sta wel overal open in. Ja, precies. Oké. Nieuwe informatie. Oké. Nee, oké. Ja. Tot morgen!